Hoi allemaal, vandaag leek het me leuk om de mommy tag te doen. Ik zag hem bij KKRS en zij had hem ook weer van iemand anders. Maar ik zag hem bij haar en het leek me ontzettend leuk om die tag een keer te doen. Dus bij deze. Ik ben mama van Niels. Niels is inmiddels 1 jaar en wat is het? 1 jaar en 2 maanden bijna. Zeg ik dat goed? Ja, 1 jaar en 2 maanden. Nee, hij is 1 jaar en 2 maanden. Ja. Dus ja, vandaag doe ik de mommy tag en ik heb hier vragen, dus laten we maar gewoon beginnen. De eerste vraag, ben je een werkende mama of een thuiswerkmama? Ik ben een werkende mama, ik werk 4 dagen in de week en daarnaast heb ik natuurlijk nog mijn site, maar ik werk 4 dagen in de week en ja, daar combineer ik het moederschap mee. Zou je het anders willen, of ik werkend of thuis? Nee hoor, Ik denk als ik echt alleen maar thuis zou zitten en niet zou werken, zou ik denk ik... Nee, ik zou denk ik leuker vinden. Ik vind het gewoon leuker om er wel bij te werken. Soms denk ik wel, het zou wel lekker zijn om een dag minder te werken. Maar ik vind het eigenlijk ook wel gewoon heel erg relaxed om 4 dagen te werken. Mijn kindje slaapt altijd in haar of zijn eigen bedje in dit geval. Zijn eigen bedje of wiegje. Ja, Niels slaapt altijd in zijn eigen bedje. Ik kan me niet voorstellen dat hij bij ons in bed slaapt. Hij ligt er wel eens, maar ja, dan slapen we gewoon niet. Als hij echt ziek is of zo, dan komt hij wel eens even bij ons liggen. Als hij ontroostbaar is of zo, maar eigenlijk zelden. Natuurlijk als toen hij echt nog een klein babytje was, toen nog wel eens. Maar nou, eigenlijk gewoon niet. Hij slaapt gewoon lekker in zijn eigen bedje. Dan slaapt iedereen beter, dus nee. De beste aankoop voor je kindje? Ja, dat vind ik echt een hele lastige vraag. Want er zijn zoveel essentials. Maar ik zou toch gewoon zeggen, ja, de kinderwagen denk ik. Want waar moet je heen zonder, zeg maar. Die gebruiken we dagelijks. En ja, nee, die vind ik, wat vind ik wel fijn. We hebben een Jules en daar zijn we heel blij mee. Dus denk ik, ja, ik zou echt de kinderwagen echt niet kunnen missen. Hoeveel kinderen wens je? Nou, we zouden het heel mooi vinden als we 2 kinderen zouden mogen krijgen. Nou, we hebben er al 1, dus nou, nog 1 te gaan. Nee, dat zouden we wel heel leuk vinden. Nou, dat heeft verder geen haast. Nu in ieder geval nog niet. Maar op een gegeven moment zouden we wel graag een 2e willen, als het ons gegeven is. Even kijken, date night. Hoeveel dagen, avonden per maand? Dat wisselt heel erg. We hebben niet een vaste date night. En soms hebben we gewoon een weekendje dat we samen zijn. Maar dat is soms en soms ook weer even niet. We hebben nu volgens mij de komende 2-3 maanden hebben we best wel een aantal avondjes samen. Omdat we ook allemaal nog cabaretvoorstellingen en zo hebben. Maar ja, laten we zeggen gemiddeld zo'n 1 keer per maand hooguit, denk ik. Favoriete bezigheid van je kindje? Boeken. Boeken staan achter dingen aanlopen, maar vooral boeken. Hij vindt boekjes echt fantastisch, vooral met geluid erin bladeren. Dat vindt hij prachtig, maar hij vindt Duplo ook leuk. Ja, want ik zei eigenlijk achter alles lopen en staan en ja. Heb je tijdens je zwangerschap een miskoop gedaan? Ongetwijfeld. Ik zit me alleen af te vragen wat. Ja, of het echt een miskoop is, maar kruiken. We hebben er eentje geleend, maar ik had er uiteindelijk ook nog zelf eentje gekocht, omdat er stond in de papieren van de kraamzorg, zeg maar, dat je er 2 moest hebben. Maar uiteindelijk hebben we ze gewoon niet gebruikt. We hadden wel zo'n, hoe heet zo'n ding ook alweer? Kipcap roller of zoiets? Kipcap roller? Nou, iets in die richting. Die hebben we nog wel gebruikt, want Niels is geboren op 30 november, dus echt in de winter. En sowieso, dat was echt een lijstje van de kraamzorg, wat ze echt nodig hadden. Maar je hebt natuurlijk ook al die... Hoe heette die lijstjes? Ik kom gewoon niet meer op woorden. Bij alle babywinkels kan je zo'n lijstje pakken. Dan kan je gaan kruisen de baby, wat je voor de babyuitzet nodig hebt. Nou, dat heb ik nooit gedaan. Ik heb gewoon met gezond verstand gedacht. En ik heb wel die lijstjes bekeken van wat staat erop. En dan, oh ja, nou dan voor een beetje een idee. Maar er staan heel veel dingen op die ik nooit heb gebruikt. Zoals een flessen sterilisator of zo. Nooit gebruikt. Het favoriete eten van je kindje. Bananen. Niels las bananen. Bananen, bananen, bananen. Niels is echt gek op bananen. Hij eet liefst de hele dag door bananen. Hij eet trouwens sowieso eigenlijk bijna alles. Maar bananen zijn wel zijn favoriet. Even kijken. Hebben jullie een grotere auto aangeschaft? Nou, nee. Wij delen de auto met mijn ouders. En voorheen hadden mijn ouders een Espace.
En nou, die hebben we niet meer, maar we hebben nu, en Espas is heel groot. En we hebben nu ook een grote auto, iets kleiner dan Espas, maar nog steeds wel een grote auto. Maar niet speciaal hiervoor, maar we hebben wel, we delen nu wel de auto met mijn ouders. Gewoon omdat dat gewoon handiger is. Ben je nu zwaarder of lichter dan voor het moederschap? Ik ben iets zwaarder dan voor het moederschap. En, maar dat heeft denk ik niet heel veel met zwangerschap te maken. Want ik was eigenlijk was vrij snel weer op mijn oude gewicht volgens mij na de zwangerschap. Ik kwam ook pas redelijk laat in de zwangerschap dat ik aankwam. En dat was dus echt gewoon het gewicht van Niels. Alleen ik heb daarna een tijd niet kunnen sporten. En daarna ben ik wel weer flink gaan sporten. Dus ik was zeg maar het gewicht. Ik was alweer op gewicht, maar daarna ben ik weer spieren gaan trainen. Dus dan, ja, dan word je automatisch wat zwaarder. Dus ja, ik denk, maar ja, ik ben wel gewoon iets zwaarder. Ik pas nog wel gewoon dezelfde kleren. Dus moet ik zeggen dat ik me niet heel vaak weeg. Wat is je droomvakantie met kids? Mijn droomvakantie met kids. Ja, weet je, ik vind het gewoon lekker om ergens in de Italiaanse zon een fijn appartementje met een lekker zwembad in de buurt van een leuk dorpje. Gewoon lekker relaxed. Het lijkt me wel leuk als je wat ouder is om, weet je, stedentrips en zo vind ik heel leuk. Dus dat lijkt me dan ook heel leuk, maar dat, ja, nu zie ik dat niet zitten. Even kijken, wat is er veranderd in je leven sinds je mama bent? Nou, wat is er niet veranderd in mijn leven sinds ik mama ben? Er is heel veel veranderd. Ja, je leven is gewoon heel anders met een kind. Je bent nog steeds jezelf. Je gaat nog steeds elke dag naar je werk. Je ziet nog steeds je vriendinnetje, maar je moet gewoon alles beter plannen. Dat sowieso. Je kan niet ineens weggaan, allebei. Ja, je doet minder echt met z'n tweeën. Dat is denk ik het grootste verschil, dat je echt als stel doe je minder met z'n tweeën, want je gaat meer zeg maar apart dingen doen, omdat je dan, ja, je gaat niet met z'n tweeën een drankje doen, maar de ene gaat een drankje doen met zijn vrienden en de ander met haar vriendinnen. En ja, dat is denk ik een groot verschil. Uitslapen is er niet meer bij. Ja, je moet gewoon meer plannen. Ja, me-time, ik weet niet waar het gebleven is. Ja, dat is er veranderd. Maar het grootste wat er veranderd is dat je gewoon een klein mensje hebt wat onvoorwaardelijk van je houdt. En waar jij onvoorwaardelijk van houdt. En ja, ik bedoel, dan maakt het ook niet uit. Weet je, dat je wat minder tijd voor andere dingen hebt of zo. Het is gewoon, zijn lach is priceless. Dus ja. Ja, nee, dat, ja, het grootste verschil is dat er gewoon een mensje bij is gekomen in je. Waar je eerst met z'n tweeën was, ben je nu met z'n drieën. En ja, weet je, het is gewoon heel veel dingen zijn anders. Mijn hart smelt als ik. Ja, het smelt wel vaker, maar als hij grapjes maakt, vind ik heel schattig. Maar ook als hij zelf een boekje aan het lezen is en dan is hij zo'n beetje aan het kletsen en dan staat hij met zijn buikje over het tafeltje. Heb ik al eerder gezegd, maar dat vind ik echt priceless. Als ik mijn bad hoef, vind ik heel leuk. Als ik me 's avonds voor het slapen ga, meestal doet Sven dat tegenwoordig. Maar als ik hem de fles geef, vind ik echt fantastisch. De rust die er dan over hem is. Of als hij, ja, als je hem ziet slapen. Ja, nou ja. En de laatste vraag is, waar shop jij de leukste kinderkleren? Op verschillende plekken. H&M vind ik hem het mooist zitten eigenlijk qua model. Maar ja, elk kind is anders. Maar ook bij de Hema, bij de Vibra. Zeeman zit hem niet. Vibra zit hem eigenlijk ook wel mooi. Mitte zit nu even op de kast van Niels. Ga ik daar wat van zeggen? Ik denk het niet. Ja, ik denk dat dat wel het belangrijkste zijn. Zara trouwens ook wel. Ook voor schoentjes. Niet voor een schoentje op die loopt, maar wel voor schoentjes waarin die gewoon in de kinderwagen zit. Maar ik denk, ja, Hema, H&M, Zara en soms een beetje Vibra. Ja, dat is waar ik meestal dingen koop. En dat is het. Dat was de Mommy Tag. Ik vond het wel een leuke tag om een keer te doen. Ik hoop dat jullie het ook leuk vonden te zien. En ik wil jullie ontzettend bedanken voor het kijken. Als jij nou ook deze tag wil doen,
laat het even weten hieronder. Dan kan ik ook jouw filmpje bekijken. En als je het sowieso leuk vond om de vraag te beantwoorden, maar jij bent geen YouTuber of zo, dan is het ook heel leuk om de vraag te beantwoorden natuurlijk. Ik hoop dat je het leuk vond. Ik wil jullie in ieder geval ontzettend bedanken voor het kijken. En ik zie jullie snel. Doei!